Hallo, wij zijn Kiek en Marley. En Marley. Samen hebben wij K&M Koken en nu koken we samen ook voor Delicious, wat nu net begonnen is. En voor deze soepenverhalen hebben wij een erwtensoep gemaakt. Ja. Een erwtensoep hoort heel dik te zijn, dat is hij ook geworden. Een erwtensoep is gemaakt van groene spliterwten en daarin doe je wortel, ui, prei, knolselderij, selderijblad. En zoals ik vroeger het van mijzelf herinner, aten wij het altijd wanneer het geen feest was, maar wel gewoon een dag dat er veel mensen samen waren. Dat je dan een grote pan soep op tafel had, waar dan bovenop hele grote stukken spek lagen. En dan ging iedereen, die zat dus aan de tafel, en dan kreeg iedereen dan eerst een stukje roggebrood, waar dan een stukje van dat spek op ging. Ik vond het zelf echt super vies. En wij zijn ook nu vegetarisch. Ja. Niet voor niks natuurlijk, naar al die vieze spek. En wij hebben dus nu ook een vegetarische erwtensoep gemaakt. Ja, veganistisch zelfs. Veganistisch, ja. Zelfs, inderdaad. Wij doen dat met tofu, wat we aangebakken hebben met miso. Dat is uiteindelijk Japans, maar dat mag allemaal. Als je zelf weet wat je lekker vindt, dan kan dat natuurlijk. Ik heb dit geleerd, deze soep, van mijn collega Petra. Ik werkte ooit in Paradiso. En helaas ben ik daar door corona ontslagen. Maar zij heeft mij geleerd om veganistische erwtensoep te maken. En ik snapte helemaal niet van hoezo veganistisch. Erwtensoep is normaal gesproken ook met heel veel vlees. Maar inderdaad, door Petra ben ik erachter gekomen. En zij was al de hele leven veganistisch eigenlijk. Door Petra ben ik erachter gekomen dat je heel goed een erwtensoep kan maken zonder vlees. Dus echt, blijft echt heerlijk. De smaak blijft al erwtensoep. En ik ben gewoon blij dat ik dit sowieso, dat ik geen vlees meer eet. Omdat ik het zat was met de industrie, hoe die dieren behandeld werden. En dat is de reden waarom wij ook vegetarisch zijn gaan koken eigenlijk. Ja. En helaas is Petra er niet meer. Zij was een goed voorbeeld en een hele lieve schat voor iedereen. En is veel te vroeg overleden. Maar door die soep moet ik denk sowieso heel veel aan haar. Maar als ik erwtensoep eet, denk ik nog meer aan haar, zeg maar. Dat bindt ons ook, omdat wij komen allebei, onze voorouders komen uit Friesland en we hebben een beetje dezelfde achtergrond. Kiek komt een beetje uit een traditioneel gezin, ik uit een iets moderner gezin. Maar we aten allebei altijd erwtensoep. Op zaterdag was dat meestal, in de winter. Ja. Als je geschaafd had, weet je wel, dan kreeg je daarna een kopje erwtensoep. En dan stond de lepel stond er echt zo in, de volgende dag. Bleef er gewoon zo in staan, zo dik was het. En dat is de beste erwtensoep. Ja. Dus erwtensoep staat voor warmte en het staat voor licht, zeg maar. Het typische beeld van alle mensen die om de tafel zitten, waar dan een grote lamp boven hangt. Ja. En dat mensen dan met z'n allen in dat licht zitten, terwijl buiten de hele tijd donker is en koud. Ja. En van gezelligheid. Dit eet je niet in de zomer, maar in de winter. Ja. Dus ik zou zeggen, kom een kopje proeven.